Is het verstandig om de buitengrenzen van het Schengengebied te sluiten? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. De maatregelen om het coronavirus tegen te gaan worden steeds rigoureuzer. Gisteren werd aangekondigd om de buitengrenzen van het Schengengebied voor 30 dagen te sluiten. Maar eerst dit. Morgen is het de dag van nationaal gebed. Deze dag is in het leven geroepen om te bidden tegen het coronavirus. Een van de initiatiefnemers voor deze dag is de ChristenUnie. En aan de telefoon is Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Goedenavond, meneer Segers. Goedenavond. Ja, hoe is het idee ontstaan voor een nationale dag van gebed? Dat was eigenlijk een snel en spontaan idee. We moeten bidden. En dat vind ik wel mooi dat eigenlijk de eerste impuls is bij heel veel christenen. Ja. In een tijd van grote nood, en daar bevinden we ons in. Om te zeggen, wij moeten naar God toe. Wij moeten onze zorgen bij hem neerleggen. We moeten hem vragen om bescherming. Wij willen mensen, de geliefden om ons heen en mensen in de zorg opdragen aan hem. En dat is wat we morgen gaan doen. Ja, nou mogen grote groepen niet bij elkaar komen. Hoe gaan jullie dat organiseren dan? En dat is het mooie van deze tijd, dat we daar de techniek voor hebben. Dus dat zal digitaal beschikbaar zijn. Als je naar nationaalgebed.nl gaat, dus www.nationaalgebed.nl, dan kun je dat meevieren. Dat is om 9 uur, om 12 uur, om 3 uur en om 7 uur. En dan zal iedere keer een voorganger vanuit de kapel van de Evangelische Omroep een inleiding houden, wat woorden delen en ook voorgaan in gebed. En je kunt thuis meebidden, je kunt dat met je gezin doen, je kunt dat alleen doen. Ja. En zo zijn we met elkaar verbonden en richten we ons tot God. Ja. Nou, was het vroeger gebruikt dat als er een ramp of ontij een land trof, dat de overheid een gebedsdag uitschreef? En sommige landen doen dat nog steeds. De Verenigde Staten kent die traditie, dat daar nog steeds dagen van nationaal gebed worden uitgeroepen. Wij hebben een seculiere land, of weer een land waarin de overheid dat niet doet. Ja. Maar des te mooier dat kerken en christelijke organisaties hun plek innemen en zeggen, ja maar, wij moeten nu gezamenlijk oproepen tot dat gebed. En dat mag ook buiten de kerk. Hè. Dus ook mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan, mogen meebidden. Iedereen mag meedoen. En om zo gezamenlijk God te zoeken. Dus al is het niet de overheid die daartoe oproept, wij kunnen allemaal op onze knieën, we kunnen allemaal onze handen vouwen en zo de nood van ons land en de nood van deze tijd bij God brengen. Ja, toch de vraag, u zit in de regering als ChristenUnie. Was het niet beter geweest om dit bijvoorbeeld de premier op te laten roepen tot een dag van gebed? Ja, dat zou geweldig zijn. Maar de culturele en politieke werkelijkheid is dat wij een minderheid zijn. Dat er ook andere religieuze overtuigingen zijn. En dat een overheid hierin niet voorgaat. Mm. Ik zou natuurlijk hopen dat dat wel een keer zou gebeuren. Maar het is allereerst de taak van christenen zelf en van de kerk om ook voorbidders te zijn voor die overheid en voor die samenleving. Ja. Dus al gaat het initiatief niet van de overheid uit. Het initiatief gaat wel van ons uit. En het is ook de vraag aan ons allemaal, ook de luisteraar, ook de kijkers van Family 7, om morgen ook de handen te vouwen en ons voor ons land te bidden en zo ook iedereen die nu in de vuurlinie staat of die ziek is of misschien wel verdriet heeft, ja, om degene die heel ziek is of is overleden, om die bij God te brengen. Ja. Tot slot, meneer Segers, heeft u een persoonlijk gebedspunt betreft de coronacrisis? Ik hoop dat dit ook een ommekeer is in ons land. Ik hoop dat dit ook een ommekeer is in ons denken over onszelf. We zijn vaak arrogant, we zijn vaak zelfverzekerd, een land wat het prima op orde heeft en we zien hoe kwetsbaar we nu zijn. En ik hoop dat mensen uiteindelijk bij God brengt. Maar wat ik ook hoop is dat christenen, als ze hebben gebeden, als ze bidden, ook de handen uit de mouwen steken. Want vervolgens is dat dit ook het begin van een nieuw initiatief en dat heet nietalleen.nl. En dat is een plek waar vanuit de volle breedte van de kerk christenen zich aanbieden, gemeenten zich aanbieden, kerken zich aanbieden om te helpen en om te zien naar iedereen die eenzaam is, die hulp nodig heeft, voedselbanken die mensen kunnen gebruiken, wie er ook maar de nood, wie maar ook de hulp nodig heeft, dat daar hulp voor geboden wordt. Dus we gaan bidden, we gaan voor ons land bidden en laten we bidden dat het een ommekeer zal zijn, maar we gaan ook ons inzetten voor onze naasten. Dank voor deze toelichting, Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Vanaf vandaag zijn de landsgrenzen buiten het Schengengebied voor 30 dagen dicht. Dit om het coronavirus tegen te gaan. Aan tafel Lucas Hartong, politiek commentator. Goedenavond, meneer Hartong. Goedenavond. Goed idee om dat Schengengebied dicht te doen?
Absoluut. Het mag ook wel eens tijd worden. Want? Nou, er komt nogal wat op ons af natuurlijk. En we hebben gezien dat Amerika de grens al lang heeft dichtgedaan. Mm. Het ook eerder zag aankomen, ook eerder dat besluit genomen heeft. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je Europa beschermt tegen allerlei ziektekiemen die hier dit werelddeel dreigen binnen te komen. Ja, dat gaat het om mensen of ook om handel en transport? Het gaat om alles. Hoewel op dit moment natuurlijk nog het vrij verkeer van goederen bestaat. Alleen Het vrij verkeer van personen is eigenlijk de facto binnen Europa ook al opgeheven. Mm. En vanuit andere landen buiten Europa. Omdat je ziet dat heel veel nationale lidstaten de grenzen hebben gesloten. Ja. Dus wat dat betreft is er nu sprake eigenlijk van een einde van Schengen. Ja, want die ring om Europa, die Schengen is, die gaat dus dicht. Ja. Maar sommige binnengrenzen, u zegt het zelf al, zijn ook al dicht. Polen bijvoorbeeld, ja. Duitsland. Duitsland zeker. Is er dan een diffuus beleid in Europa? Nou, als je heel eventjes terugschakelt naar wat er binnen de EU leeft en beweegt. De commissie heeft dus nu het besluit genomen om de buitengrenzen dicht te doen. Maar er spelen natuurlijk nog meer partners binnen de EU een rol. Dat is bijvoorbeeld de Raad van Ministers, waar ook meneer Rutte bij zit, waar andere vakministers aanschuiven. En er is continu een strijd geweest de afgelopen jaren tussen een stroming die zegt we willen een Verenigde Staten van Europa. En een stroming die zegt we willen een Verenigd Europa van Staten. Ja. Dat is een heel groot verschil. Ja. En wat je dus nu ziet, is dat er een machtsverschuiving plaatsvindt, heel duidelijk, van de commissie naar de raad, naar die nationale lidstaten. Die hebben gezegd, wij gaan nu zelf besluiten om onze grenzen dicht te gooien. Mm. En daar waren ze ook eerder mee dan de commissie. Ja. Nou, is dit bedoeld om het coronavirus in te dammen? Tegengaan gaat niet zo erg, want het is er al. Ja. Maar om het in te dammen. Ja. Ook daar zie je verschil tussen Europese landen. Klopt. En ik denk dat het op zich ook niet fout is. Ik bedoel, een nationale regering kan soeverein beslissen op het gebied van volksgezondheid wat het beste is voor hun bevolking. Mm. Je ziet dat Engeland het al eerder had gedaan. Die pakt het ook net iets anders aan weer dan bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk en Duitsland. Er zijn diverse besluiten genomen op dit moment door de verschillende landen. En dat is op zich niet fout. Zolang het maar effectief is. Daar ja, maar je zou zeggen, als wij één willen zijn, met één munt, één buitengrens. En er overkomt ons een crisis als Europa. Waarom zijn we dan niet één? Nou, dat is nu juist ook precies het punt wat ik vanavond wilde maken. Ja. Je ziet dat er geen toegevoegde waarde is voor de Europese Unie als politieke instelling. Zij zijn niet in staat gebleken de afgelopen weken om adequaat en snel en met transparantie op te treden tegen zo'n crisis die over ons heen komt. Mm-hmm. De nationale lidstaten hebben dat wel gedaan, met succes moet ik zeggen, want het wordt nu ingedampt. Dus wat dat betreft zie je dat er met name in Italië heeft gemerkt, wat is nu eigenlijk die toegevoegde waarde van het lidmaatschap van een Europese Unie. Mm. Wij hebben totaal geen hulp gekregen, totaal geen ondersteuning. Er is nooit eens een keer een vraag gekomen vanuit Brussel. Waar kunnen we jullie mee helpen? Ja. Integendeel, ze hebben het dus helemaal op eigen houtje moeten doen en zijn daar gelukkig dan wel gesteund in door andere lidstaten. Maar je ziet iets, het is een heel politiek schuivend paneel op dit moment van landen die elkaar wel helpen en elkaar weten te vinden, telefonisch of per teleconferencing. Maar een Europese Unie die niet zichtbaar is en die geen daadkracht uitstraalt. Maar ligt dat aan politieke leiding dan, die geen daadkracht uitstraalt van de Europese Unie? Dat denk ik absoluut. Het primaat gaat er nu heel duidelijk uit van de lidstaten. Mm. Zij hebben het voortouw genomen. En dat vind ik een goede ontwikkeling. Omdat je als Nederlandse regering primair verantwoordelijk bent voor de Nederlandse bevolking. Ja. En je ziet dus heel goed dat er wel degelijk overleg is met de landen om ons heen. Maar dat je primair staat voor je eigen land en voor je eigen volk. Maar in feite loopt Europa dus achter de feiten aan. Absoluut, ja, daar ben ik met u eens. Ja. Ja, zeker. En Amerika is een beter voorbeeld? Ja, het is natuurlijk heel anders ook, omdat Amerika, daar heb je ook wel staten, maar die zijn natuurlijk veel meer met elkaar verbonden door taal, door allerlei instanties. Mm-hmm. Maar wat mij het meeste zorgen baart eigenlijk, is dat je die daadkracht totaal ziet ontbreken bij de EU. Ze hadden natuurlijk veel eerder moeten zeggen, wij gaan die buitengrenzen inderdaad sluiten. Wij zeggen tegen vliegtuigen uit China of tegen besmette landen elders, jullie mogen hier gewoon niet meer landen. Mm. Je ziet het ook zelfs nu nog, tot gisteren heb ik begrepen, gebeuren in een land als Duitsland, waar toestellen uit Iran landen. Ik vind het onvoorstelbaar. Nou, eindelijk heeft Duitsland geloof ik nu onder druk van interne instanties gezegd van we gaan ook die toestellen weren. Nederland heeft het ook vrij laat gedaan. Maar nogmaals, vanuit de EU kwamen er helemaal geen richtlijnen. Nee. En dat verbijstert mij gewoon. Die toegevoegde waarde van een EU, waar je toch niet van bent, deze niet zichtbaar. Die is niet zichtbaar. Brussel zweeg. Absoluut. Ja. Even naar een andere ding in Europa, de Turkije-deal. Ja. Erdogan, Merkel en Macron die hadden vandaag telefonisch overleg over het zogenaamde Turkije-deal 2.0. As we speak, ja. Wat is dat?
Er is in 2016 natuurlijk een deal gesloten met Turkije om de enorme toestroom van migranten richting Europa te stoppen. Ja, zij hielden ze daar, kregen ze zak geld voor. Kregen ze 6 miljard voor. Op dit moment is eigenlijk die groep vluchtelingen in Turkije al opgelopen tot zo'n 4 miljoen, 3,5 of 4 miljoen mensen. Dat drukt natuurlijk enorm op een land als Turkije. Tel daarbij op dat er nog steeds een burgeroorlog gaande is in Syrië, waar Rusland aan het bombarderen is geweest, waar nog meer mensen over de grens zijn gekomen. Dus die druk vanuit het zuiden richting Turkije is zeer zwaar. Dus aan de ene kant snap ik wel dat Erdogan aan de noodbel heeft getrokken en heeft gezegd, er moet een oplossing komen. Hij heeft alleen een fout gemaakt. Hij heeft al die mensen naar de grens met Griekenland gestuurd. Mm-hmm. Omdat hij dacht, ik ga vanuit mijn machtspolitieke denken gewoon de EU even onder druk zetten. Dan zullen ze wel zwichten. Yeah. Hebben ze buiten Griekenland gerekend als nationale lidstaat. Yeah. Want Griekenland heeft gezegd, wij kunnen dit niet meer aan. Al even afgezien van de coronacrisis die er natuurlijk ook in Griekenland zelf is. Yeah. Maar de vluchtelingenkampen daar zitten overvol. Griekenland heeft gezegd, wij kunnen dit niet meer. Nee. Nou, daar is de padstelling. Ja, dus Europa moet de hulp springen, de andere Europese landen. Ja, nou, Griekenland heeft gelukkig hulp gekregen bij de verdediging van de nationale grenzen door met name de Visegrad-landen, heel opmerkelijk, de Oost-Europese landen. Die hebben gezegd, wij moeten onze vrienden in Griekenland te hulp komen. Ja. Vind ik fantastisch dat ze dat gedaan hebben. Waarom? Omdat zij niet wilden dat Erdogan over de rug van deze kwetsbare mensen heen druk wilde zetten op de EU om maar meer geld te krijgen en een oplossing te forceren. Je moet weten, kijk, dit land, of dit probleem is niet gemakkelijk 1, 2, 3 zomaar op te lossen. Nee. Het is een multigefacetteerd probleem waar eigenlijk een oplossing moet beginnen in Syrië zelf. Waar internationale partners aan de tafel moeten, absoluut. Ja, u zei al 6 miljard moet de EU aan Turkije betalen. Is dat inmiddels gebeurd? Er is 3 miljard van overgemaakt, heb ik begrepen. En 3 miljard die moet nog worden overgemaakt. Dus er is nog een drukmiddel vanuit Europa? Zeker, dat is er. Alleen het enige probleem is dat Europa had voorgesteld om dat geld naar de project in Turkije over te maken. En Erdogan heeft nu geëist dat het geld rechtstreeks naar Ankara, naar hemzelf wordt overgemaakt, dat hij het kan verdelen. En de EU heeft gezegd, dat zien we eigenlijk niet zo erg zitten op dit moment. Want we willen wel even controleren of het geld inderdaad aankomt en of het goed besteed is. Ja, u noemde de vluchtelingenkampen. Bijvoorbeeld het eiland Lesbos, daar zien we regelmatig de beelden van mensen die bovenop elkaar zitten. Ja, en nu is er ook het coronavirus gesignaleerd. Ja, ja. Dat moet een humanitaire ramp betekenen. Dat is het ook. En dat is natuurlijk het hele trieste ook aan dit hele verhaal. Kwetsbare mensen die worden daar primair door geraakt. Mm. En er moet een oplossing komen. En dan stel ik dus ook voor dat het geld naar bijvoorbeeld een land als Griekenland gaat om die opvang fatsoenlijk ook op poten te zetten, om het snel te doen. Ja. Dat je een instantie als Frontex uitbreidt met faciliteiten, met douanefaciliteiten, met beoordelingsfaciliteiten. Frontex is de politie van Europa. Die de buitengrenzen bewaakt. Waardoor je zo snel mogelijk weet of mensen recht hebben op toegang tot Europa of niet. En nou, dan moet je op een gegeven moment ook gaan praten met Erdogan en zeggen van luister eens, een groot deel van de migranten die nu bij de grens met Griekenland staan, dat zijn geen vluchtelingen op basis van het verdrag van Genève. Dat misschien 5-10% aanspraak zou kunnen maken op die echte vluchtelingenstatus. Maar de rest die komt uit Pakistan, komt uit Noord-Afrika. Dus daar moet je over gaan praten en zeggen van ja, kunnen die mensen niet terug naar hun veilige landen? Okay. Laatste puntje nog even. Noord-Macedonië en Albanië, die willen toetreden tot de EU. Nederland heeft dat geblokkeerd jarenlang, maar is nu ineens akkoord. Ja. Ja, dat is nog heel erg onbegrijpelijk. En dat is ook voor mij nog een zwart gat, waarom Nederland opeens akkoord is gegaan. Ik denk uiteindelijk onder zware druk van Duitsland, maar dat is even speculeren. Ja. Omdat Nederland ongeveer nog het enige land was wat tegen was. Maar het is een drama. Ik bedoel, Engeland is eruit gegaan. Dat was juist een land waar we veel aan hadden in Europa. Maar er komen dus nu opnieuw landen en partners bij waar we heel weinig aan hebben. Waar de corruptie nog welig tiert en waar de vriendjespolitiek boventoon voert. En dat is iets waar we ons wel eens over achter de oren mogen. En voor de duidelijkheid, die mensen mogen straks vrij binnen Europa reizen en werken. Ook dat nog. Nou, daar hebben we nog meer problemen. Ja. Ja. Ja, toch nog even. Kunnen ze wel aansluiten op termijn, denkt u? Ik zou het niet. Als ze hun leven beteren? Nee, ik zou het niet doen. Nee, absoluut niet. Dit zijn nog hele jonge staten met heel veel problemen, ook rechtsstatelijk gezien. Mm. En ik denk dat ze eerst de boel zelf heel goed op orde moeten krijgen voor we gaan praten over het ondertekenen van eventuele Oslo-akkoorden. Oké, we gaan het zien. Dank Lucas Hartong voor deze analyse. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen bij Leven en Welzijn, dan zijn we er weer. Fijne avond en graag tot dan. Dag!